Na evaluatie is gebleken dat de weekendlockdowns en de avondklok hebben gewerkt. De waarnemend directeur van het BOG, Rajesh Ori, hield gisteren een presentatie over de eerste en de tweede coronagolf in Suriname. Hij zegt dat de tweede golf snel is gekomen, maar dat de curve ook snel daalt. Als we kijken naar waar we nu staan, is dat we minder dan 10 positieve per dag hebben. Als we ook kijken naar de R, we zien dat de R nu is 0,53. Wat al wel aangeven dat bij elke case je minder dan een case, ietsje meer dan een case, 0,53 cases kan krijgen. Dus als je 10 hebt, kan je 5,3 cases krijgen. Het is het aantal testen per maand. En positivity rate in de maand januari zien we dat de 21 we de meeste testen hebben gedaan. Het maandgemiddelde nu van februari is op 14%. Ori geeft aan dat gedurende beide coronagolven er een duidelijke piek te merken was. In de piekperioden waren er iets meer dan 600 positieve gevallen per week. Wat we wel zien is dat in de tweede golf dat het heel smal is. Is smaller dan de eerste golf. Dat wil zeggen dat de maatregelen, de lockdown, eerder is geweest. Weekend lockdown en in beide gevallen is het zo dat weekend lockdowns hebben gewerkt. We hebben drastische afname gehad van aantal positieven. Dus COVID sterfte naar leeftijdsgroep. Het hoogste aantal is in de groep 70 tot 79 jaar. Er zijn, als we kijken naar sterfte op basis van gender, er zijn bijna 2 keer zoveel mannen overleden dan vrouwen. 36% tegenover 63% waren bijna mannen. Percentage van sterfte in de verschillende leeftijdsgroepen van het aantal positieven in de leeftijdsgroepen. Dus in alle leeftijdsgroepen, positieven in de leeftijdsgroepen, wordt berekend hoeveel procent van die groep komt te overlijden. En we zien dat vooral bij 80, 89 is het percentage om te overlijden het hoogst. Dat was Rajesh Ori, waarnemend directeur van het BOG. Hij heeft gisteren een presentatie gehouden over de COVID-19-golven. Het sterftecijfer was het hoogst in augustus 2020 met 50 doden, gevolgd door januari 2021 met 35 doden. In februari zijn er al 8 personen overleden aan het virus.